Tientallen kinderen van Meerzorg hebben vandaag deelgenomen aan de Fostempré, die georganiseerd is in verband met de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. De Fostempré is een van de activiteiten van de Crioro Wiki die zondag 24 juni van start is gegaan. Verschillende organisaties zoals NAX, Stichting Fitifutwini, Paperpot Nature Park, GCI Female en Federatie Afrikaans Ranamang hebben activiteiten georganiseerd die te maken hebben met Afrikaanse tradities. Vice-president Ashwin Adin opende de Fostempré. Hij en zijn echtgenote zijn verwelkomd met een drankje dat op traditionele wijze werd genuttigd, namelijk in een kalebas. Caitlin Sakrani Kariokromo van GCI Female vertelt meer over de Fostempré. Wat belangrijk is voor de samenleving, is dat we met de Fostempré weer de goede oude tijd willen laten herbeleven, waarbij we geen elektronische ontspanningsmiddelen hebben, maar dat kinderen naar buiten gaan, volwassenen weer naar buiten gaan, met elkaar communiceren, met elkaar spelen, want het is natuurlijk de overdracht van de Surinaamse cultuur, de geschiedenis qua spelletjes, qua verhalen, qua overleveringen, qua legendes en natuurlijk ook een terugstap nemen van moderne voedsel naar Fosting voedsel. Dan praten we over de sweet swawatra, de birambi sappen, water en natuurlijk de goede oude tijd van de Anitirbeni, Moksi Alees en Heer Heri. Dus alles zoals hij vroeger werd voorbereid. En na deze activiteit gaan jullie dan verder om jongeren en volwassenen te motiveren om spelletjes van vroeger te blijven doen of stopt het bij deze activiteit? Nee, hij gaat niet stoppen. Het is de bedoeling dat de Fostempré elk jaar terugkomt en elk jaar willen we een andere cultuur belichten. Sakrani Kariokromo zegt dat de vicepresident is uitgenodigd bij deze activiteit omdat hij bekend staat als een cultuurliefhebber. Fostempré is in samenwerking gekomen met de herdenking van 155 jaar Keti Koti. Dus het is toch nog onderdeel van de cultuur en zoals ik al heb aangegeven, dat de Fostempré ook als doel heeft dat we op onze innovatieve en milieuvriendelijke manier de geschiedenis van Suriname willen overbrengen naar de jongeren door de contact tussen de ouderen en de jongeren te bevorderen. En natuurlijk de ouderen onderling, zodat wij ook leren van wat alles toen vroeger was. Middels spelletjes, middels eten en natuurlijk verschillende soorten activiteiten. En de VP heeft daarin natuurlijk, de vicepresident heeft natuurlijk daarin interesse getoond. En ik weet niet of ik het al bekend mag maken. Het gaat hoogstwaarschijnlijk in het beleid van de vicepresident. Maar hij heeft bij ons aangegeven dat er wel ideetjes lopen om de spelletjes ook te laten documenteren, zodat ze ook naar de scholen gebracht kunnen worden, zodat ook op schoolniveau jongeren leren hoe onze spelletjes allemaal in elkaar zitten en dat we niet per se een Wii, een Nintendo, een PlayStation, een mobiel nodig hebben of een tablet nodig hebben om ons entertained te houden. Dat was Caitlin Sakrani Kariokromo van GCI Female over de Fostempré. De activiteiten zijn gehouden in Bonis Gym.